Hoe kijk je terug op de afgelopen paar jaar? Nou, met heel veel plezier moet ik zeggen. Ik ben hiervoor natuurlijk 12 jaar wethouder in Rijnsburg en in Katwijk geweest. Dit was echt een soort met, leuk uitstapje. Weliswaar met een hele zware portefeuille financiën ertussen, want er gebeurde wel wat qua financiën. Maar ik vond het heel erg leuk om wethouder te zijn in een dorp wat ik eigenlijk nog helemaal niet kende, waar ik ook niet woon. En nou, eigenlijk heel erg leuk. Want dus, wat ga jij nu doen na vanavond, of eigenlijk nadat er geformeerd is hier? Geen flauw idee. Dus als iemand nog een leuke wethouderspost weet... Ik wil maar zeggen, waar ben je goed in? Kan je nog meer dan, of wil je echt wethouder blijven? Nou, het liefste zou ik wel wethouder willen blijven. Dat is wel een vak wat me heel erg bevalt. En waar ik ook wel een beetje beweer dat ik er goed in ben. Dus nogmaals... Ja, we zitten even kijken. Ja. Leiden Dorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Lisselichem, Teilingen, Noordwijk, Noordwijk, Hierhout, Katwijk, Rijnsburg. Daar zitten ze allemaal te kijken nu. Dus. Nou, hartstikke goed. Dus, ik vind een bolle gemeente wel bij je passen. Ja, vind je dat wel bij me passen? En waarom vind je dat bij me passen? Nou, weet ik niet. Ik vind je altijd wel lekker aan mop. Je vindt me bol. Nou, dat niet per se. Nee, maar nee, dat vind ik wel bij je passen. Volgens mij kan je wel lekker met die poten de klei in en gewoon lekker... Nou, de Bollenstreek vind ik natuurlijk wel een hele leuke streek. Ik bedoel, ik heb er ook heel veel mee te maken gehad toen ik in Rijnsburg en in Katwijk wethouder was. Nou, de Bollenstreek is natuurlijk een fantastische streek, maar dit is ook onderdeel van de Leidse regio. En de Leidse regio bevalt me ook eigenlijk wel goed.